Remember the bell that went there upon my thing. Walk on the light and I said, well, that's the one thing we've got. Hele rare tekst dit. Maar wel leuk. Breakfast at Tiffany's. Heel vrolijk nummer. Goed, ik probeer altijd mijn fouten te herstellen. Want ik maak ook fouten en die moeten eruit gefilterd worden. En het is leuk te zien of mensen opletten of er meer verstand van hebben. Of naar meer verstand evenveel misschien en mij corrigeren, willen corrigeren tijdens het luisteren. Nou, hier is de zon met een as ook, zo. En een evenaarsvlak van de zon. Het evenaarsvlak van de zon, daar verwacht je alle planeten in te vinden. Hier Mercurius, Venus, Aarde, Mars enzovoort. Al die planeten verwacht je in het evenaarsvlak van de zon. Net alsof er iets traumatisch met de zon vroeger is gebeurd. Waardoor alles eruit geslingerd werd. En daar zich bolletjes zijn gaan ophopen. Maar ik weet het. De zon en de aarde, dat staat, die as die staat, wat de aardbaan betreft, hè, het ecliptica is niet, het ecliptica, dat hebben we geleerd, dat is het vlak van de aarde en de zon samen, dat is het ecliptica. Dat is al die sterren die je ziet achter de zon, weet je wel, als die rondgaat. Dat asje en het evenaarsvlak van de zon, dat staat ook weer ietsje gekanteld bij de aarde. Hè, bij de aarde zeg ik erbij. Volgens mij is Saturnus weer heel goed aan het evenaarsvlak van de zon aan het draaien. En andere planeten niet. Pluto, die heeft geloof ik een hele schuine stand in de ruimte. Die gaat heel gek rond de zon. Niet door het evenaarsvlak van de zon, maar ongeveer. Aarde ook. Ik dacht dat het 15 graden hellingshoek had. Vanaf het evenaarsvlak van de zon. Maar dat weet ik niet. Het zijn allemaal dingen die het heel leuk om uit te zoeken. Maar het is moeilijk om te vinden, dit soort gegevens. Dus daarom wil ik eigenlijk ook nog een studie doen. Maar dat soort dingen wil ik ook allemaal weten. We waren dus gebleven bij de ontknoping van de processie. Ik moet even kijken hoor. Ja, dit komt goed in beeld. Nou, we hadden ontdekt dus dat de processie... Alles moet goed staan, ook nog eens een keer. Wie weet er nou uit zijn hoofd dat de aarde inderdaad met topspin rond de zon gaat, bijvoorbeeld. Dat soort gegevens ben ik wel achtergekomen. En de maan gaat dan ook weer zo rond de aarde en niet de andere kant op. Nou ja, dat soort dingen moet even duidelijk zijn. Dit is weer de aarde, die gaat dan zo rond de zon. En terwijl dat gebeurt in 26.000 jaar, dat recenseren hier tegen duwen, 90 graden verderop. De resultatie en dit rondje hadden we gezegd, dat duurt 26.000 jaar zo. Maar nu gaan we dus heel snel even deze erbij halen. En dan zie je hem van boven. Dat doe ik dan eventjes zo. En dan zie je hem dus zo eigenlijk. En dan zie je hem dat hij zo rond de zon gaat. Zo. En dat hij dan als hij preciseert. Als je hier tegenaan drukt zo en dan zo die kant op, ja, he, inderdaad, dat is hem inderdaad. Het jaar, siderisch wil iedereen een jaar noemen, dat is ook echt zo hoor, dat is ook echt een jaar. Dat is gewoon een rondje rond de zon. Laten we het een siderisch jaar noemen. Maar als we gaan kijken van, wacht eens even. Dit was die afstand toen net. Zo. Dat draaien. Zo. Dit is wat aarde. Zo. En dan precesseert hij een heel klein tikkeltje die kant op. En op het moment dat je dan zegt van, wacht eens eventjes. Dat betekent dat we gaan tellen van wende naar wende. Dit is de wende. En de wende wil niks anders zeggen dan dat dit precies zo staat en niet ietsje zo of ietsje zo. Maar na een jaar weten we dat die as ietsje dit heeft gedaan. En dan kom je dus hier uit. Volgend jaar weer hier. 2000 jaar verder staat de as dus zo. Dat is precessie.
gaan de aardas. En we hadden gezien dat door hier tegen te duwen, dat het hem lukt om die kant op te verhuizen. Zie je? Kijk, dat draait die kant op. Maar wat nou als je ziet dat hij die kant op kan? Kijk, dit is. Ik duw hier tegen om te laten zien dat als je probeert om hem die kant op te kantelen, die kant, de resultante gaan we uitproberen. Maar wat wil die dan? Kijk, ik zeg dat de aardas, als resultante van het die kant op gaan, heb je dus een bijwerking die zegt van nou, dan gaat de aardas zo staan. En dat is weer heel vervelend. Dat betekent dus dat de aardas alleen maar schuiner zou staan als deze wetten kloppen. Dit resulteert in dit en dat resulteert in een schuinere aardas. Nou ja, het zou kunnen, maar ik weet het toch niet zeker. Goed, ik blijf teruggaan naar dit plaatje. Ik denk dat het iets moeilijks is wat eigenlijk niet zo moeilijk is. Dit was dus de afstand, zo om de zon heen. En we weten ook die draairichting die dan voor zorgt dat dat moment er komt. En de processie zegt ik ga die kant op draaien. Dit rondje duurt 26.000 jaar. En ik zeg als je dat rondje maakt en hij draait daarbij ook, dat hij dan eigenlijk het liefst gaat kantelen. Maar goed, de aardas stelt altijd 23 graden en 47 minuten blijven. Of denkt iemand dat de aardas nou die kant op gaat of toch wel rechtop? Uiteindelijk zal de aarde dit willen gaan doen. En het gekke is dat ik dit heb uitgevonden. Oh, wacht even. Ik doe er nog een keertje. Let op wat hij doet. Je zou bijna kunnen denken dat de aarde dat ook gaat doen, maar hij heeft een schuine stand. En uiteindelijk gaat hij zich oplijnen. Ik doe het nog een keer. Een schuine stand. Keihard. Elk rondje 26.000 jaar. Nou, eerst gaat hij helemaal plat staan. En dan rechtop. Dat is iets raars. Dat is iets. Nou, het zal te maken hebben ook met wrijving in de lagers, waardoor het tolletje gaat draaien. En in het begin wil hij dus altijd even zo staan. En als er iets geregeld is, dan plotseling, woep, gaat hij rechtop. Nou ja, ik vind het raar. Maar het kan zijn dat de aarde ook zoiets doet. Maar ja, dan moet je miljoenen jaren verder kijken. Of nou, miljoenen. Een hele hoop keer 26.000 jaar. Dit was dan weer even de aarde. Doet echt best allemaal zo. Dit was hem zo gezien. Hè? Doe nog even zo. 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 En zo. En als je dan ziet dat hij die kant op gaat een beetje. Dan hebben we dus gezien dat een jaar van wende tot wende. Hè? Want dit is dan de wende. Dan krijg je dus hier inderdaad dat de wende al iets eerder is voordat het siderische jaar voorbij is. En elke keer een heel klein beetje verder tot hij een 2000 jaar later weer 30 graden is opgeschoven. En wat willen wij mensen? Wij willen als jaarbenoeming, willen wij de seizoenen. Hè? Net als een boom, die zaag je door en dan zie je jaarringen. Nou, dat zijn geen siderische, dat zijn geen ruimtelijke jaren. En dat zijn jaren van seizoenen. Seizoenen, dus winter, zomer, dat kun je aflezen in een boom. Nou, die seizoenen aan de datums koppelen, dat is wat ze 2000 jaar geleden gedaan hebben. Alleen, ze zijn door de mand gevallen, want ze hadden gezegd van, nou, de steenbok associëren we met kou. En de leeuw even, met de zomer. En ze associeerden alles hè, met de seizoenen. Ze associeerden, dus de sterren van de dierenriem, associeerden ze met seizoenen. Dat hebben ze echt gedaan. Ze hebben een versje gemaakt ervan.
van als de steenbok achter de zon is, dan is het koud. Nou, dat verhaal is aan duigen. En het verhaal wat wij nu dus zeggen, is dat wij mensen willen tellen hoeveel seizoenen we oud zijn. En niet hoeveel rondjes rond de zon. De leeftijd van een mens wordt uitgedrukt ook in jaren, wanneer zijn verjaardag. Nou, hè, als we die wendes blijven volgen, dan weet ik mijn verjaardag steeds precies. Maar ruimtelijk gezien weet je het dan niet. Nou ja, dat is het dus. Wij willen gewoon de seizoenen volgen. In plaats van de rondjes die we rond de zon gaan. En dat is het grote probleem. En vroeger dachten ze zelf dat siderisch gelijk was aan tropisch. En dat is niet zo. Daar zijn we nu achter gekomen. En daarom wil ik ook weer even terug naar dit. Want straks komen wij er misschien achter. He, dat waar wij niet achter zullen komen is dat, kijk, bijvoorbeeld Mercurius gaat een klein beetje schuin. Venus gaat ook een klein beetje schuin ten opzichte van de aarde. En het evenaarsvlak van de zon, daar zit de aarde nog niet in. Maar over een paar miljoen jaar heb je kans dat als de aarde bijvoorbeeld eigenlijk een beetje zo draait, ik dacht dat die hoek 15 graden was, dan zal die toch in de loop der jaren langs, ja, iets zo gaan. En dan verandert het wel welke sterren er achter de zon tevoorschijn komen. Dat verandert dan wel. Ik zei ooit eens een keer, dit vlak van de aarde rond de zon, dat verandert niet. Maar ik wil toch weten over de miljoenen jaren heen, of dat dan misschien toch toekruipt naar het evenaarsvlak van de zon. Want daar wil die zijn sterren, daar wil de ster zijn planeten hebben. Daar zijn ze ook in den beginnen naartoe geslingerd, als het goed is. Ja, dat is dan het laatste wat ik hier nu over te melden heb. Resumerend willen wij mensen weten hoeveel seizoenen we oud zijn en niet hoeveel rondjes rond de zon we gemaakt hebben. En als je ruimtelijk, oriënterend, coördinerend praat, dan zul je echt zeggen, het siderische jaar is het jaar. Ga maar eens met aliens praten, die zeggen ook, rondje rond de zon. Maar aliens zijn heel intelligent, denk ik. En die zullen ook wel weten wat seizoenen zijn. En die, hebben jullie daarvoor gekozen in plaats van het andere? Ja, ik kan me al helemaal voorstellen hoe de aliens met ons hierover kunnen discussiëren. Leuk, hè?